De regering probeert de reisfabriek SML Wageningen weer terug te krijgen in eigen boezem. Dat zegt de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralat Sildin, tegenover onze nieuwsdienst. Het terrein waarop de reisfabriek staat is door de regering Bouters uitgegeven aan Westland Sama Groep. De uitgifte is volgens de minister echter niet richtig geschied. Daarnaast is elk administratief stuk over deze uitgifte verdwenen, zegt de minister. Kijk, de gronden hier zijn uitgegeven aan iemand anders, met alle opstallingen erop. Hoe dat mogelijk is, I don't know. De juristen zijn nu bezig dat allemaal uit te zoeken, van hoe dat mogelijk is. En de nieuwe eigenaar van het terrein is meteen naar de bank gestapt en heeft een lening genomen van 23 miljoen SAD, als ik het goed heb. Dus de grond is belast. Dus nu moet je een hele procedure gaan bewandelen om te kijken van of je juridisch wat mogelijkheden hebt om het weer terug te krijgen in het boezem van SML. Dat is nu gaande. Juristen zijn erop ingezet. En dat zijn processen, dat kost tijd. En, maar ook, ik heb ook klachten over van het zaaizaadareaal hier van LON. Dat ik vroeger hier een beschikbaar had om zaaizaad aan te maken, is ook weg. Sildin zegt verder dat de regering ook naar mogelijkheden kijkt om juridische stappen te nemen tegen leden van de vorige regering die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van gronden in Wageningen die aan de staat toebehoren. Normaal is het zo, als iemand een aanvraag indient voor het perceel, dan gaat het aan diverse instanties voor advies. LVV komt erbij kijken, de DIC komt erbij kijken, grondinspectie komt erbij kijken, minimaal. En als het om zulke arealen gaat, op basis van het dossier welke je indient. We hebben het nergens aangetroffen, we hebben nergens adviezen gezien. Dus dan is het politiek geschied. En als het dat is, dan moet je kijken van welke instrumenten je hebt om het weer terug te halen. Dus en, wat dat betreft hebben we grote vraagtekens. Er zijn nog meer arealen die we kwijt zijn. En ook hier op Wageningen. En zoals u weet heeft de president een commissie benoemd. Die dan naar deze zaken kijkt. En zaken van de staat die zijn weggegeven. Onrechtmatig om die weer terug te halen. Gaat enige tijd kosten, maar is de opdracht van de president die we hebben gehad. En de president heeft weer de opdracht gehad van het volk. Welke hem daar geplaatst heeft. Dus we gaan iets uitvoeren daar wat door het volk is aangevraagd. Minister Pralat Sildin van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de reisfabriek te Wageningen. De regering probeert SML Wageningen weer in eigen boezem te krijgen.